In deze video laat ik je 9 ideeën zien hoe je een saai schriftje of notitieboekje kunt veranderen naar iets superleuks en eigens. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, dus laat zeker eventjes weten in de reactie welke jij het leukste vindt. Veel kijkplezier! Wat heb je nodig? Natuurlijk een zwart schrift en een witte stift. Ik begin met het opschrijven van de zin You are what you eat, I'm a pizza. En let niet op mijn slecht gesproken Engels. Als het zinnetje erop staat, dan begin ik met leuke vormpjes eromheen tekenen. Gewoon op verschillende plekken, verschillende vormpjes, gewoon wat leuks uitproberen. Wat heb je nodig voor het tweede boekje? Template van deze olifant die in de beschrijving staat, naald, draad en een schaar. Dit speciale plaatje van de olifant staat in de beschrijving. Die kun je even in Word plakken, op de goede maat maken en dan uitknippen. Om te zorgen dat het plaatje goed blijft zitten, plak ik eventjes heel voorzichtig washi tape erop. Daarna prik ik met de naald gaatjes in elk puntje van de olifant. Je prikt natuurlijk in elk hoekje, maar ook in elk gaatje die in het midden van de olifant zit, want dat is heel erg belangrijk. Als alle gaatjes erin zitten en je het plaatje ervan af hebt gehaald, kan het naaien beginnen. Je maakt gewoon een knoopje aan het uiteinde en begint aan de binnenkant van het schriftje, zodat het knoopje daar kan blijven hangen. Dan ga je naar de buitenkant en weer naar de binnenkant en weer naar de buitenkant en weer naar de binnenkant. En zo blijf je doorgaan totdat je eigenlijk heel het rondje hebt afgemaakt. Het is ook heel erg handig om het plaatje van de olifant er nog eventjes naast te laten liggen, zodat je kunt kijken waar je heen moet, omdat dat nogal moeilijk soms te zien is door de puntjes. Als je heel het rondje hebt afgemaakt, moet je er natuurlijk voor zorgen dat het touwtje goed blijft zitten. Dus je maakt knoopjes en gaat nog een keertje door de andere lintjes heen. En ja, je zorgt gewoon eventjes voor dat het goed blijft zitten. Want dan kunnen we verder. Je hebt nu heel de omlijning gemaakt. Maar voor het leukste effect moet je natuurlijk ook de binnenste puntjes gebruiken. Je begint gewoon bij een puntje. En vanaf dat puntje ga je ieder hoekje verbinden met dat puntje. Dus je gaat heen en terug, van binnen naar buiten. En dat blijf je herhalen totdat je elk puntje van de olifant hebt gehad. Eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk, want ja, het spreekt voor zich. Je ziet het wel en je moet gewoon eventjes goed naar de beelden kijken. Want als elk gewoon puntje is verbonden, dan ziet het er super leuk uit. Misschien kun je het wel zien, maar bij mij zit er aan de binnenkant washi tape. Dat kwam omdat mijn touwtje niet zo goed bleef zitten. Het enige wat je voor dit schriftje nodig hebt, zijn letterstempels. Ik heb ze gekocht bij de HEMA. Eigenlijk is deze best wel simpel. Je begint gewoon met het stempelen van de zin die jij graag wilt. Ik heb gekozen voor Wake Me Up When School Is Over. Omdat ik het toch nog een beetje saai vond met alleen de letters, heb ik er nog voor gekozen om er een randje met washi tape omheen te doen. Dat geeft toch net even iets leukere sfeer. Wat heb je nodig? Een kwast, washi tape en 4 kleuren verf naar keuze. Je maakt met washi tape gewoon een kruis van de ene kant naar de andere kant. Je verft elk vak in een eigen kleur die jij leuk vindt. Ik heb uiteindelijk elk vak nog een keertje overgeverfd omdat het dan wat minder doorzichtig was. Maar ja, dat ligt natuurlijk ook aan de verf die jij gebruikt. Als je merkt dat de verf wat droger is, dan kun je het washi tape eraf halen. Het is wel belangrijk dat je degene eraf haalt die bovenop zit, want anders dan wordt het misschien heel erg lelijk. Je kunt het washi tape er ook beter afhalen als de verf nog een klein beetje nat is, want dan gaat het net iets makkelijker.
Je kunt hem natuurlijk laten zoals hij nu is, want ik vind hem nu ook al super leuk. Maar ik had nog glitterverf liggen en ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om dat over het kruis heen te doen. Wat heb je nodig? Een stapel oude tijdschriften. Natuurlijk een schriftje. Een potlood. Mod Podge, een schaar en een kwast. Als eerste begin je met het knippen van een zeshoekig vormpje. Want die kan je dan gebruiken als vormpje om het om te trekken op een plaatje in een tijdschrift. Zoek dus wat leuke plaatjes in een tijdschrift. Je maakt er een lijntje omheen. En je knipt het figuurtje uit. En zo blijf je doorgaan tot je er genoeg hebt. Ik leg nog wat veertjes onder het velletje, zodat het niet op het papier van het schrift zelf komt. Ik leg ze neer hoe ik het wil. Ik heb het een beetje in een roze thema gehouden, maar je kunt natuurlijk zelf de kleuren kiezen die je wilt. Of gewoon totaal andere plaatjes. Daarna doe je gewoon wat lijm. Ik gebruik Mod Podge aan de onderkant. En als alles zit waar je wil, dan ga je er nog overheen met Mod Podge. Maar eerst knip je nog eventjes de kantjes, zodat het niet uitsteekt. En dan ga je nu wel echt met Mod Podge eroverheen. Dat is voor een extra laagje en dan wordt het extra mooi en blijft goed zitten. Wat heb je nodig? Een schrift, stiften, roerstaafjes, zo eentje die je meestal gebruikt voor je koffie. Eigenlijk valt hieraan niet zoveel uit te leggen. Het is namelijk gewoon heel erg simpel. Het idee is gewoon dat je met de rondjes in de roerstaafjes gewoon steeds dat vakje invult. En dan krijg je allemaal leuke stipjes die allemaal gelijk zijn. Want als je het gewoon los met de hand doet, dat kan ook. Maar dat is het minder gelijk. Wat heb je nodig? Een witte stift, een geel potlood en een normaal potlood. Je begint met het gele middelste gedeelte te tekenen. Daarna teken je de witte bloemblaadjes met een stift. Ik kwam erachter dat mijn witte stift veel te dun was om het in te kleuren. Dus ik heb het maar gedaan met Tipex, maar dat kun je natuurlijk ook gewoon doen met verf. En ook mijn gele potlood was hier veel te licht voor en niet geschikt. Dus ik heb het gewoon gedaan met papiertje. Voortaan kun je dit dus beter doen met witte verf of een dikke witte stift en gewoon een geel papiertje. Achter dit schrift zit even een verhaal, want eigenlijk had het dus heel anders moeten worden. Eigenlijk had het dus zo moeten worden, maar dat is mislukt. Ik wilde het andersom doen, dus op een zwart schriftje. Dus ik had een witte stift nodig, maar de witte stift is kapot gegaan. Dus moest ik het anders doen met verf. En die verf die was niet helemaal goed voor dat schriftje, dus daarom is het mislukt. Maar als je dit schriftje nog wel wilde maken, want ik maakte hem voor mijn zusje, want die helemaal gek is van Nike. Dan kun je gewoon het Nike logo uitprinten, uitknippen, strepen zetten met een liniaal in natuurlijk zelfgelijke vakjes. En ja, dan heb je het eigenlijk al. Als het jou wel is gelukt, laat het me dan even weten, want ik ben heel erg benieuwd. Ik had een heel erg leuk idee voor het laatste schriftje om hem te gaan stempelen met stukjes fruit. Maar helaas is dit veel minder mooi uitgepakt dan ik eigenlijk had gedacht. Dus heb ik dit er maar van gemaakt. Dan zijn dit nog een keertje alle schriftjes bij elkaar. Laat me eventjes weten in de reacties welk schriftje jij het beste en leukste vindt gelukt. En als je er zelf ook eentje gaat namaken, stem dan eventjes hierboven in de poll en laat het mij eventjes weten. Dat zou ik super leuk vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!